Afgelopen woensdag kon de Lokerse jeugd genieten van een zonnige buitenspeeldag. Op meer dan 50 plaatsen werd er buiten gespeeld, waaronder ook op de Hoethaarsite. We zijn hier dus vandaag samengekomen omdat het buitenspeeldag is. Zoals dat je kunt zien ligt het hier vol spelmateriaal dat de kinderen vrij kunnen gebruiken. Ze kunnen zelf kiezen wat ze spelen en wij zijn erbij om een beetje te begeleiden. En het is mooi weer, dus het belooft een mooie dag te worden. Vandaag kunnen onze jeugd terecht op meer dan 50 plaatsen. Onder andere de scholen, de 10 scholen die hebben mee ingetekend. Als ook de meer dan 40 terreinen in Lokeren staan open voor onze jeugd vandaag. Een van de organisaties die hielp bij de buitenspeeldag was de Lokerse Speelfabriek. Ja, de Lokerse Speelfabriek is eigenlijk een mobiel speelpleinaanbod, een mobiel spelaanbod dat wij voorzien voor kinderen die misschien iets moeilijker tot op onze reguliere speelpleinwerking terechtkomen. Dus daarom brengen wij het speelplein naar hen op de Hoethaarsite. Ook in het park Ter Beuke kon zowel jong als oud deelnemen aan verschillende sportieve activiteiten. Dit is het park Ter Beuke en hierin zetten wij in op de fiets, naar aanleiding van ons Velokeren-campagne richting BK natuurlijk. Wij organiseren vandaag crossen door de bossen. Dat is eigenlijk een onderdeel van de buitenspeeldag. Maar omdat wij dit jaar met de Velokeren-actie werken in Lokeren, proberen wij iets meer de nadruk te leggen op het fietsen. We hebben een aanbod voor de allerkleinste tot kinderen van het middelbaar. Dus we hebben een mobiele pumptrack. Wij hebben een klein fietspark gemaakt. En dan hebben wij ook nog onze technische zone van de mountainbike route. Die wordt ingereden met een gespecialiseerde wielertrainer. Niet alleen de buitenspeeldag is voor ons belangrijk, maar we hebben het eigenlijk opengetrokken naar de buitenspeelweek. En eigenlijk zouden we het nog liever hebben naar het buitenspeeljaar. Een buitenspeeldag is eigenlijk voor ons extra belangrijk om het belang van buitenspelen nog eens extra in het licht te zetten. Maar buitenspelen kunnen natuurlijk ook heel het jaar doen. Zeker op een van de 40 mooie speelterreinen die wij in Lokeren hebben.